Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben weer bij Arnold Boer en van de Boer Worstdrugs in Pessen. En vandaag gaan we het hebben over hoe laad je je trailer. Of tenminste, welk paard moet waar en wat doe je met je hooi en wat doe je met je vloer en meer van die dingen. Dus leuk dat je weer mocht komen, Arnold. En, ja, goed, daar zijn we voor. Ja. Kijk, dat vind ik altijd leuk van die dingetjes. Daar gaat ie. Ja. En wat dan heel veel mensen doen, ja? Dat de paarden staan erop. Schrikken zich dood. Laat ze dan niet schrikken. Die draai je weg, zodat ze er niet op gaan staan. Deze laat je zakken. Doe er altijd voorzichtig en rustig aan die gasveer, ja, die erin zit. Die doet zijn eigen werk, maar als jij door die oliedruk heen drukt, gaan, ja, de gasveren stuk. Ik heb altijd zwinters gasveren stuk. Mensen willen dat steeds snel. Die gasveer moet zijn werk doen, je moet zelf niks doen. Nou, ik kan je vertellen, ik zat het aan die deuren zelf open en dicht te doen. En ik maar denken waarom die gasveer het niet doet. Gaat vaak te snel. Ja. Als je je paard laat, ja, dat je altijd zorgt dat je de goede kant van de weg het zware paard zet. Hoe bedoel je de goede kant van de weg? Nou, als jij rijdt, dan heb je rechts de berm, ja, en links de middenstreep. Ja. En de berm is al een stuk gereden. Ja. Dus er zit altijd of een gat of je rijdt per ongeluk een wijkje uit en dan klap je door een gat. Dus de linkerkant, dat is dus deze kant, hier zit, ja, je zware paard. Oh, we doen het altijd andersom. Ja, dat, yeah, moet eigenlijk niet. Oké. Okay. Rijd maar zelf en kijk maar, als je langs de weg rijdt, dan is altijd die kant te slecht. En je rijdt met een trailer altijd aan de rechterkant? Uiteraard, ja. Ja, ik wel. Dus altijd het zware paard links. Nee. Goed, voortaan moet Verona dus aan die kant. Ja. Dan heb ik een paard dat tegen de zijkant aanleunt. Ik heb geen idee waarom ze dat doet, maar die staat dus zo in de trailer. En die zoeken steun. Ja, dat snap ik. Maar maakt dat nog uit voor een trailer? Dat zei ik dus eigenlijk, ja, heb ik hier verteld van die grote deur. Ja. Dat bijna niemand dat durft. Ja. Waarom niet? Dat paard er tegenaan gewoon. Als je paard van 600, 700 kilo gaat leunen, ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat het gewicht dus deze kant, ja, op. Dus het ligt aan de kwaliteit van de trailer. Dus het gebruikte materiaal wat hier tussen zit. Ja. Hoe sterk is die opbouw, die kap? Ja. En hoe is het aan elkaar gezet? Maar ja, dat weet ik als gewoon mensen niet. Deze, nee, trailer, als hier Verona aan die kant zou staan of aan deze kant, zou ze er dan tegenaan kunnen leunen? Ja, ja. Oké. Okay. Maar dat ligt aan de kwaliteit van de trailer. Je hebt goedkope trailers, die kunnen dan wel, maar na een paar jaar krijg je scheurvorming in het polyester, dan gaat alles stuk. En dan piepert ze er doorheen? Nou, doorheen zullen ze direct niet gaan, maar dan krijg je wel schade aan de buitenkant. Oké. Okay. En is er nog iets aan te doen? Nee. Nee, okay, dat is gewoon, je koopt of kwaliteit of je koopt iets minder en dan koop je wat vaker. Dus per saldo kost dat weer net zoveel. Oké, maar ik dacht meer, kan je als eigenaar van zo'n paard nog zelf iets doen in de trailer waardoor ze niet zelf aan gaan lopen hangen? Nee, dat moet gewoon kunnen. Oh, dat moet kunnen, oké. Okay. Ja. En wat altijd belangrijk is, dat die stang, die zit er natuurlijk in omdat ze niet naar voren en niet naar achter gaan. Maar ook uiteraard, hier zit een beugel, daar zit hij, dus hij kan ook niet uit elkaar de trailer. Oké, dus die zorgt ook voor de stevigheid. Ja. En ja, mede. Okay. Dus pak je schot eruit, zorg ervoor, lange stang achter, lange stang voor. Sommige mensen die zeggen, ik pak mijn schot er even uit, paard en de veulen erop. En die gooien ze los erop. Dan heb je wel je stevigheid tussen je achterstang en je voorstang kwijt. Dus dan moet je een extra lange stang hebben liggen? Ja. Oké. Okay. En de bodem, er zijn mensen die gooien er vlas in, er zijn mensen die gooien er hooi in en er zijn mensen die gooien er niks in. Wat is het handigste om te doen? Ik ben zelf voorstander om er niks in te doen, want ze hebben hier echt grip. En als je de rubbervloer goed schoon houdt, dan hebben ze het meest grip. Zit de paarden eronder in, dan wordt die al glad. Ja. Leg je de stro op, hetzelfde verhaal. En ja, urine loopt er wel uit. Dus ik zou er persoonlijk niks op doen. Altijd heel belangrijk is dat je je kitteranden goed dicht houdt. Ja. En dan hou je het best allemaal in het zicht als het gewoon echt goed schoon is. Oké. Okay. Nou, als je een paard de trailer in laat lopen, nou, dan staat hij, dan maken we ze altijd vast. Is dat ook nodig? Want voor mijn gevoel heb je er eigenlijk niet zoveel aan dat dat ding vast staat. Nee, nou, ze zetten ze vast en wat gebeurt? Er wordt hier vastgezet. Ja. Is een paniekstuk. Ja. Als ze voor het gevoel vaststaan, dan staan ze vast. Maar in principe wat je zegt, als je de achterstang erachter doet, staan ze wel vast. Dat is ook meer voor het gevoel, want als een paard wil, dan gaat hij er toch uit. Zeker weten, want ze hebben mijn halster gewoon kapot getrokken. Ja, maar het is ook, net wat ik al zei, een gevoel. Maar stel je voor, ze gaan hier overheen en ze liggen hier half op en ze willen terug, dan heb je een paniekstuk. Ja. Zit hier aan vast, dus als dit stuk naar beneden valt, dus de helft hiervan,
kan hij de lengte van de stang nog terug achteruit. Dus dan staan ze eigenlijk hier toch weer vast. Dus is er dan een kritieke situatie, is er iets, en je hebt hem niet vastgeknoopt. En je pakt de achterboom erachter weg en je staat langs de snelweg. En daar zit nergens meer aan vast. Ik zou het altijd wel doen. Oké, maar dan puur voor het geval er iets gebeurt. En je zou de achterstang weghalen of hier breekt iets, dat ze toch nog in ieder geval niet eruit vluchten. Ja, maar ja, dan trekken ze hun halsen toch kapot. Ja, in het ergste geval wel. Maar veel meer kun je er ook niet aan doen. Nee. Oké. Nou, heel mooi. Ik zie hier prachtige beugels om voorbakken aan te doen. Ik zie wel eens mensen er water in doen. Is dat slim? Ja. Kijk, sommige mensen doen dat. Ik vind... het kan ook onrustig zijn dat je gaat rijden. Het water klotst er misschien uit, het valt ze voor de voeten, wordt misschien glad. Ja. Maar het is of-of. Ik zou zelf zeggen van joh, doe gewoon tijdens een lange rit, vul die emmer af, laat ze leeg drinken en rij daar gewoon leeg mee. Maar dat is ook mijn mening. Er zijn heel veel mensen die doen er anders. Er anders over. Ja. Okay. Wat wel een voordeel is van losse emmers. Vroeger had je in die zadelkamer heel veel, zo'n kommetje erin, krijg je heel slecht schoon. Ja. Als je deze afvult en je gooit hem buiten even over de kop, dan is hij leeg. Hoi net, ik doe het altijd aan die ijzeren dingetjes. Ja. Er zijn mensen die doen ze daar aan het plafond. Maakt dat nog uit voor de trailer? Dat punt is er in principe voor gemaakt. Ja. Maar mocht je dat hier aan doen, je hebt gewoon een stevige constructie, kan dat best. En wij doen ook wel eens op wens van de klant dat wij een plek in de trailer maken waar die klant dat wil. Okay. Het zijn vaak de dingen wat de klant bij ons aangeeft. Dit zijn wij uit het verleden gewend, zo wil ik er graag nog een keer. Dan maken we dat wel. Oké, handig. Deze is een heel groot voorraam. Dat zie je eigenlijk nooit. Vind een paar dat fijn? Sommige paarden vinden het fijn, sommige vinden het niet fijn. Dan doe je een gordijntje ervoor. Nee, dan bestellen we hem zonder naar voren. Oké. Wat is het? Hij is wel heel ruimtelijk, hè? Ja. Als jij een trailer aan de binnenkant zwart verft, loopt een paard daar niet op. Nee, hij is donker. Dan is hij te klein. Nu lijkt hij groot, je loopt erop, je hebt je vooraan, je hebt je volledige deur openstaan, je hebt hier licht, dus ze staan er veel prettiger op. Oké. Maar ik hoor wel eens een enkel geval, dat ze, vooral in het donker, die lamp aan zien komen, dat ze dat dan niet fijn vinden. Maar daarom zijn ze ook getint. Ja, en dat dimt het. Ja, en van de 10 trailers gaan er 9 met een raam weg. Oké. Dus dit zal meer rustgevend zijn dan andersom paniek. Nu zag ik een rolgordijn en ik zie dat hij raampjes heeft die open kunnen. Hoeveel ventilatie heeft een paard nodig? Nee, je moet eigenlijk, als je op de internationale ritten ziet, dan wat er al temperatuur, sensoren moeten erin, dan moet je een bepaalde temperatuur houden. Maar het is hier in dit geval, deuren dicht, ramen kunnen opengezet worden. Wat krijg je dan? Dan krijg je de rijwind die boven langs de kap de warme lucht uitpakt. Laat je je zeiltje open, dan gaat het daaruit. Ja. In principe is dat voldoende, maar doe je echt langere ritten, dan moet er een temperatuurregistratie in. En dan moet er eventueel een ventilator in die elektrisch bediend wordt. En dan hou je dat daarmee bij. Maar zover moet je niet gaan denken met dit soort trailers. Je hebt, wat ik al zei, ruimte. Dus die hoogte zit er, de warmte zit bovenin. Door de rijwind pakt hij dat eruit. En sta je op concours en je hebt je achterzeiltje open, je hebt je voordeurtje open, dan gaat het al gauw goed. Oké. Bedankt dat je deze vragen ook allemaal wilde beantwoorden. Mocht jij nou nog vragen voor Arnold hebben, dan kun je ze hieronder achterlaten in de comments. En mocht je veel meer willen weten erover of zelfs geïnteresseerd zijn in het kopen van een trailer, dan mag je altijd bij Arnold langskomen. In Pessen, ik kan je vertellen, het is voor ons een eindje rijden, maar het valt reuze mee, want het ligt vlak langs de snelweg. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mochten jullie nog vragen hebben of andersoortige video's over trailers, busjes, wagentjes, vrachtwagens of wat dan ook hebben, laat het dan ook hieronder even achter, want dan komen we graag nog een keer terug voor de volgende vragen. Ja, dat is altijd goed. Dat is fijn. Bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende keer. Doeg!